Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene. En kijk, er bestaat geen grotere zegen. Er is geen grotere gunst van God voor ons dan om ons begrip te geven. Begrip, ons verstand te openen door middel van zijn woord. Dat is niet religie. Dat is geen filosofie. Het is het woord van God. God schiep alle dingen door exclusief zijn woord te gebruiken. Alleen de mens, de man en de vrouw die hij schiep, schiep hij met zijn handen en gebruikte hij zijn handen ervoor. Maar de hemel, de aarde, alle grootheden, de sterren, alles wat er bestaat, de dieren, werkelijk alles dat er bestaat, dat heeft hij geschapen door middel van zijn woord. En ik zou graag willen dat u hierover zou nadenken, uw verstand hierover zou gebruiken. Kijk, God schiep alle dingen door middel van zijn woord, exclusief zijn woord, schiep hij alles. Nou, wanneer iemand hierover nadenkt, dan is de persoon totaal vervuld met enthousiasme, omdat die persoon niet God niet hoeft te zien, God niet hoeft te raken, God niet hoeft te voelen. Niets daarvan. Die persoon hoeft alleen maar te geloven in het woord van God. En geloven in Gods woord is geloof. Geloof is de afhankelijkheid van het woord van God. Geloof is leven in de afhankelijkheid van het woord van God. Dat niets met religie te maken heeft. Religie, vanuit mijn oogpunt gezien, is iets dat fantasieën voortbrengt. Het is een fantasie. Dat de persoon zich beter doet voelen. Maar het lost de situatie niet op. Religie lost de situatie niet op. Als de religie de situatie zou oplossen, zou deze wereld een bed van rozen zijn. Want iedereen heeft een religie. Zelfs degenen die zeggen dat zij niet in God geloven. Zij geloven toch, omdat men niet kan geloven in iets wat niet bestaat. Als men niet gelooft, dan is het omdat men gelooft. Dus geloof heeft te maken met de afhankelijkheid van God. Dit is het geloof dat God van ons wil. Wanneer Jezus onderwijst dat wij niet bezorgd dienen te zijn, dat wij niet beangstigd hoeven te zijn, of dat wij niet onrustig hoeven te zijn over de dag van morgen, kortom, dat wij niet hoeven te lijden om iets, bijvoorbeeld om de dag van morgen of om de dag die voorbij ging. Niets daarvan. Wanneer een persoon, wanneer Jezus zegt en spreekt en onderwijst, wanneer het zegt wat te maken heeft met uw kleding, waarom bent u onrustig daarover? Waarom bent u bezorgd daarover? Kijk naar de leliën van het veld. Hoe zij groeien. Zij werken niet, nog zaaien zij niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Dus Jezus zegt, waarom bent u bezorgd? En wat bent u bezorgd over de dag van morgen? Ik weet dat het moeilijk is. Het is heel moeilijk in de praktijk.
voor u om zo te kunnen leven. Want wij zijn mensen onderworpen aan de vloek van de zonde. Maar Jezus onderwijst ons om te leven in afhankelijkheid van God. Maar hoe kan ik leven in afhankelijkheid van God? Vraagt u zichzelf af. Hoe is het mogelijk? Goed. Daarom zei de Heer Jezus, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maar het Koninkrijk van God zoeken, wat is het Koninkrijk van God? Wat is zijn gerechtigheid? Het Koninkrijk van God zoeken is de heerschappij van God zoeken. Is erna zoeken om zich te onderwerpen aan de heerschappij van God. En u weet het. Als u zich onderwerpt aan de heerschappij van God, dan is het hetzelfde als de heerschappijen die in de wereld zijn. U bent verplicht om zich te onderwerpen aan de wetten van de heerschappij van het land waarin u leeft, waar u nu woont. Ja of nee? Dus alle mensen die in een bepaald land wonen, zijn verplicht om de wetten van dat land na te komen. Dat wil zeggen, ze zijn verplicht om de wetten van dat land te vervullen. Zij leven onder de heerschappij van dat land. Dus zijn zij verplicht om een gedrag te hebben dat overeenkomt met de wetten van dat land. Of zij nou vreemdelingen zijn of burgers van dat land, maakt niet uit. Wat uitmaakt is het volgende. Dat een ieder de wetten van dat land moet nakomen of hij het nou wil of niet. Omdat het mensen zijn die daar wonen onder de heerschappij. En Jezus is dat precies aan het zeggen. Zoek eerst om God te dienen. Zoek eerst om zich te onderwerpen aan God. Maar hoe kan ik mij onderwerpen aan God? Door het woord van God te gehoorzamen en ernaar te luisteren. Wanneer wij luisteren en gehoorzamen en praktiseren wat Gods woord zegt, dan zijn wij ons aan het onderwerpen aan God. Wij zijn dan aan het leven in het Koninkrijk van God. Ah, bisschop, maar dit is heel moeilijk. Dit is echt moeilijk. Ja, dat is het. Het is niet makkelijk. Maar, zodat wij dit kunnen doen, dienen wij de Heilige Geest te hebben. Herinner zich dat we gisteren hebben besproken dat wanneer iemand, dat de Heilige Geest de vervanger is van de Heer Jezus. Zolang de Heer Jezus hier op aarde was, leidde hij zijn schapen, zijn discipelen. Toen Jezus opsteeg, uit de dood opstond en gezeten was aan de rechterhand van de Vader, zond hij dan de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam en is hier. De Heilige Geest is hier. In deze wereld, wist u dat? Hij is hier waar u bent. Hij is in alle plaatsen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is alwetend. Hij weet alles. En hij is almachtig. Hij is de Almachtige. Hij is groot en hij weet alles. Hij weet over alles. Werkelijk alles. Niets gaat aan hem voorbij zonder dat hij er kennis van heeft. Dus wanneer wij de Heilige Geest ontvangen, wanneer wij verzegeld worden, en dat is het term, het zegel, het teken van God, wanneer wij de stempel hebben van God, Gods stempel in ons leven, dan zullen wij vanzelfsprekend het woord van God nakomen. Wij baseren ons leven, wij bouwen ons leven, wij leiden ons leven volgens wat er geschreven staat in het woord van God. En dat wil zeggen
het koninkrijk van God. Om ernaar te streven om in het koninkrijk van God te leven. Eerst het koninkrijk van God. Dus wanneer iemand de Heilige Geest zoekt en hem ontvangt, dan zal de Heilige Geest uw verstand leiden. De Heilige Geest zal uw gedachten leiden. In feite is er hier een hele interessante tekst die spreekt over de begeleiding van de Heilige Geest. De leiding van de Heilige Geest in het leven van degenen die onderworpen zijn aan zijn heerschappij, aan Gods heerschappij. De Heilige Schrift zegt dat God spreekt. Hij zei, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven. En ik zal die in hun verstand schrijven. En ik zal die in hun verstand schrijven. Want de mensen maken fouten omdat zij het woord van God niet gehoorzamen. Maar zij gehoorzamen niet omdat zij niet begrijpen. Ze weten niet wat juist of wat verkeerd is. Zij leven in een context van een bedriegelijke en leugenachtige wereld. Wij leven in een wereld die totaal slecht is. Maar hij zegt, ik zal mijn wetten in hun hart geven. Oftewel, in hun ziel, in hun gevoelens, in hun begrip. En hij zegt meer. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Dus, wie het koninkrijk van God zoekt en het vindt, natuurlijk. En ieder die zoekt, vindt. Wie vraagt, die ontvangt. Wie klopt voor hem, zal de deur open gedaan worden. Dus de persoon die wil, die verlangt, die dorst heeft om te leven, een leven dat volgens de wil van God is, volgens een goed geweten, in vrede. Want als u goed bent in uw binnenste, dan zult u goed zijn van buiten. Helaas streven de mensen ernaar om meer hun fysieke en materiële behoeftes te vervullen dan hun geestelijke behoeftes. En dat is alsof men de kar zou plaatsen voor het paard. Dat gaat niet. Dat zal verkeerd gaan. Daarom is de wereld zoals het is. Maar wanneer wij het woord van God plaatsen, wanneer wij ernaar streven om het woord te horen en het woord van God te plaatsen in actie in ons leven, dan zijn wij het geloof aan het gebruiken. Dit is het geloof. Iemand zei, Heer, geef ons geloof. En dit is het geloof. U weet wat u moet doen en doet het. Gehoorzaam. Is dit religie? Nee. Is dit filosofie? Ook niet. Het is het woord van God. Stel u zich voor, als het woord van God alles het gebouw dat u ziet, de hemel en de aarde, alle grootheid, alle glorie van God, de sterren, de zon, de maan, de immensheid van het universum, de bloemen, gras, de zeeën, alles werd geschapen door het woord. Stel u zich voor, dit woord binnen in u. Stel u zich voor dat u dit woord praktiseert. Uw leven zal uitmuntend fantastisch moeten zijn. Overvloedig gezegend. Waarom? Omdat het woord van God vervuld wordt, uitgevoerd wordt in uw binnenste. Dus dit is wanneer de persoon zoekt de heerschappij van God in zijn leven.
Dat is de Heilige Geest. Alleen de Heilige Geest is in staat om dit te doen. Zonder hem is het onmogelijk. Het is onmogelijk voor de persoon om het woord van God te gehoorzamen zonder de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die ons geloof geeft. Hij is de geest van geloof. Geloof is de moed om te doen hetgeen wat gedaan moet worden. In feite zou ik zeggen, een van de gebeden die ik doe voor mijn persoonlijk leven is mijn Heer. Ik wil dat u uw wil doet in mijn leven. Geef mij de begeleiding, oriënteer mijn gedachten en geef mij de moed om uw wil uit te voeren. Want het baat niet voor ons om te weten, om de wil van God te kennen. Men moet ook de moed hebben om het te gehoorzamen. En ik vraag God om deze moed. Doe dit en u zult zien dat het uw leven op een buitengewone wijze zal veranderen. Want soms weten wij wat God wil, maar hebben we niet de moed om het te doen. Maar ik vraag, mijn God, geef mij de moed. Dus beste vriend en vriendin, stel u zich voor het woord van God geschreven in uw hart, in uw verstand. U zult het gehoorzamen. Oftewel, u zult een intelligent geloof uitoefenen, omdat u de stem van God zult gehoorzamen. Niet de stem van de religie, van de kerk, niets daarvan. Maar de stem van God. De stem van God is machtig. De stem van God is machtig. Stel u zich voor, de stem van God binnen in u. Dat is wat Psalm 29 zegt. De stem van de Heere is machtig. Tot het punt dat het scheidt de vlammen. Stel u zich voor, de stem van God in uw binnenste en in uw verstand gegraveerd. Uw leven zal anders moeten zijn, ja of nee? Zeg de waarheid. Dus het geheim is om de Heilige Geest te hebben. En dat, daarvoor moet een ieder zijn eigen leven opofferen om het leven van God in zijn binnenste te hebben. Het is niet mogelijk voor u om een leven te hebben dat onrein is, dat vies is, dat ontregeld is en de Heilige Geest ontvangen. Eerst moet u sterven, geestelijk gesproken, voor deze wereld, om de Geest van God te ontvangen. Als u de Heilige Geest wilt en u bent bereid om elke prijs hiervoor te betalen, laat uw wil dan sterven. En laat de heerschappij van God zijn wil doen door middel van uw leven. Onderwerp uw wil aan de wil van God. Aan de heerschappij van God. Dat wil zeggen het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid op de eerste plaats te zetten. En Jezus belooft, en al deze dingen zullen aan u toegevoegd worden. Alles. Eten, kleding, kleren, huis, gezondheid. Alles zal toegevoegd worden op zijn tijd. Hebt u begrepen, beste vriend en vriendin? Dus eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken, is de Heilige Geest. Is de heerschappij van de Heilige Geest zoeken binnen in u. En wanneer hij eenmaal in uw binnenste is, zal hij uw verstand, uw begrip, uw hart, uw wil leiden volgens zijn wil. Dat God jullie allen zegenen en tot morgen. Dat God u zegenen. Amen.